We hebben maar één planeet en daar moeten we zuinig en verstandig mee omspringen, ook als ondernemer. Daarom geloven we bij Agoria in het uitrollen van de circulaire economie. Ja, dat betekent dat we afval recycleren en er nieuwe grondstoffen van maken. Denk maar aan het goud uit je oude gsm. Maar we hoeven niet te wachten tot iets afval wordt. Het gaat vooral ook over producten veel langer doen meegaan. Dat kan als ze ontworpen zijn om makkelijk onderhouden, hersteld of geupgrade te worden. Regels over zo'n verantwoord ecodesign worden het best in overleg met de industrie opgesteld. Producenten kennen hun producten namelijk door en door. En ze moeten gerespecteerd worden, ook voor buitenlandse producten. De overheid moet hier streng op toezien. We willen ecodesignregels ook uniform doorheen Europa ingevoerd zien worden. Anders benadelen we onze eigen industrie. Onze ambitie moet zijn om ons land op de kaart te zetten als koploper in circulaire economie. De toepassing van nieuwe technologieën als Internet of Things kan daarbij helpen. Zo kunnen slimme toestellen zelf aangeven dat ze onderhoud of herstel nodig hebben, nog voordat ze zoveel schade oplopen dat ze vervangen moeten worden. Ook innovatieve businessmodellen, waarbij fabrikanten verantwoordelijk blijven voor hun product, van het begin tot het einde van de rit, dragen bij tot de circulaire economie. Uiteraard moeten we bij het maken van onze producten Zoeken naar betere alternatieven voor gevaarlijke stoffen. Maar ook met gevaarlijke stoffen kun je op een verantwoorde manier omgaan. Zo zitten er in kunststoffen soms gevaarlijke stoffen. Maar als de recyclage van plastics uit oude elektronica of auto's correct gebeurt, komen die niet vrij. De verantwoordelijkheid over milieuzaken is behoorlijk versnipperd. Veel zaken worden regionaal bepaald, sommige dan weer federaal. Voor ondernemers zorgt dit spijtig genoeg nog wel eens voor verwarring en overbodige complexiteit. Agora roept op tot overleg, zodat verspreide bevoegdheden niet leiden tot andere regels in verschillende delen van ons land. Kortom, de circulaire economie is dé weg vooruit om onze planeet te beschermen en tegelijkertijd onze concurrentiekracht te versterken. We vragen dat een eenvormig beleid afgesproken wordt onder de verschillende bevoegde overheden. Een dat jou als ondernemer de ruimte biedt om circulair te innoveren. Wil je meer weten? Lees dan alles over het milieu op deze website.